Stichting Bijna Thuis Huis Udenhout. Een van de drie genomineerden voor de Tilburgse Vrijwilligersprijzen. In de categorie organisaties. Ja, en dan ben je genomineerd. Ja, dat is heel verrassing. Ja, was het verrassend? Ja, wel mooi. Ja, heel fijn. Ja. Tof, ja, want voor degene die de stichting niet kennen, het klinkt heel knus, heel fijn, heel veilig. Wat doen jullie precies? Nou, wij geven dus mensen in hun laatste levensfase, begeleiden wij mensen, zowel de gasten die bij ons komen, die gaan overlijden, maar ook hun familie. Dus die begeleiden wij dat laatste stukje van het leven. Zo, nou ja. En dat doen we als een team met vrijwilligers en professionele mensen die dus de zorg op zich nemen. En wij zorgen dus voor het welzijn en dat mensen comfortabel zijn. We hebben een luisterend oor. Dat. Mooi, hè? We gaan nog een eindje wandelen als dat kan. We maken lekkere dingen klaar als iemand nog goed kan eten. Ja. Nou, zo. Ja. Heel heftig klinkt dat bij mij. Aan de andere kant ook heel dankbaar. Het is vooral heel mooi. Ja? Het is mooi om te zien dat mensen die dus bij ons binnenkomen, vaak heel erg ziek zijn natuurlijk, maar opgelucht raken omdat ze in een rustige omgeving kunnen zijn. En niet in een zieke omgeving zoals een ziekenhuis. Of in een thuissituatie waar veel stress is omdat de zorg er niet op tijd bij kan zijn of voor de familieleden het te zwaar wordt. Nou, dan kunnen ze bij ons komen en dan kun je zien dat ze in rust komen. Dat is mooi. Ja, precies. Mooi. Ja. Dus je haalt eigenlijk een stukje onrust weg. Misschien nog een stukje intern zorgen om het een en ander. Ja. Dat, prachtig. Mooi initiatief. Het is echt heel, heel mooi. Je zou eigenlijk iedereen gunnen in dat laatste stukje van het leven dat je op zo'n plek zou mogen zijn. Ja. Nou, en wat houdt jullie als vrijwilligersgroep, zeg maar, organisatie op de been? Nou, we houden elkaar op de been. In die zin, we wisselen elkaar af. We houden elkaar ook vrij in wanneer we dus een dienst draaien. Ja. We draaien dus zo 4 uur op een dag, ben je er. En dan kun je zelf zeggen, doe dat 1 keer in de week of 2 keer in de week. Je mag zelf kiezen wanneer je dat doet. Dus daarin vullen we elkaar eigenlijk steeds aan. Oké, dus, mooi team. En we krijgen gewoon heel goede begeleiding ook. Dus dat gaat eigenlijk heel fantastisch. Mooi. Ja. Nou ja, vind jij nou ook dat deze fantastische stichting vrijwilligersorganisatie van het jaar moet worden? Breng dan je stem uit op deze stichting. En ga sowieso naar de website. Kies de vrijwilliger van het jaar. En dan gaan we met elkaar in oktober een succesfeestje vieren hiervan. Nou, fijn. Okido, dankjewel. Jij dankjewel.